Samples, ja, meer een beetje jazzy pianootjes of gewoon vette vibes ofzo. Of, als het maar goed klinkt, hè. Ja, en liefst niet te populair, niet dat je gelijk alles kan horen en zo. Ik ben dus al best een tijd bezig met scratchen en eigenlijk sinds YoMTV Raps en zo was ik altijd gewoon gefascineerd erdoor. En met platenspelers gaan klooien. En ik was gewoon een beetje geobsedeerd erdoor. Gewoon met turntables en alles, weet je wel. DJ Kim, ja. Is wel strak, weet je. Swing een beetje, Kim. Check it out. On the left, I got Sun, K.I.P. Kim, the tables on the one. From 95 to 96, and almost 97, reason now when I was 11. With a mic in my hand, raising like a girl in the yard. Do you Kijk, ik ben zelf Marokkaan, dus kijk, het ligt er gewoon aan, hè. Ik heb er niks tegen. Klinkt wel apart, origineel. Yeah. Ja, een beetje hetzelfde. Alleen ik vind tegenwoordig, E-taxi, die gaan toch een beetje over hetzelfde. Ja, in Amerikaans natuurlijk ook wel, maar het is toch altijd van, dis je met mij, dan weet ik veel, dan... Dan ben je niet blij en dan ga je dood en fuck that en zo, weet je. Sommige dingen zijn best wel cool, maar ik hou niet zo van de hardcore. Dat is niet echt mijn stijl, maar dingen zoals spraakwater en zo vind ik altijd wel geinig om naar te luisteren. Ja, de beats moeten echt geïmproviseerd worden, die moeten echt beter worden. Want bijvoorbeeld als de passie, die tekst zijn wel goed en zo, maar die beats die zijn toch echt soms gewoon best wel wack. Ja, daarom besteden wij daar ook heel veel aandacht aan de muziek. En dat is ook voor ons heel belangrijk. Dat goed in elkaar zit. Kip and son got soul, but me, yeah, the motherfucking man. Coming from North Africa again and again. Filmed by Jeroen, poep aan zijn schoen. What do you know what I mean, y'all?